Hey en welkom bij deze nieuwe aflevering waarin we het gaan hebben over spanning versus ontspanning tijdens het zingen, want heel veel zangers die denken dat spanning niet oké okay is tijdens het zingen of dat je dat niet mag voelen. En dat is niet altijd even waar. En ik weet dat dat heel contradictorisch klinkt, dus laten we erin vliegen vandaag. Hier gaan we. En welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik ben super blij dat je er bent, want het onderwerp van vandaag is een superbelangrijke. We gaan het hebben over spanning. Heel vaak denken zangers dat je geen spanning mag voelen tijdens het zingen. En misschien is dat iets dat je wel al hebt gehoord, hè, want ik snap van waar dat, dat idee komt. Sinds het begin van ons zangavontuur hoor je vaak. Hè, je mag geen spanning voelen tijdens het zingen. Het mag geen pijn doen. Er mag geen druk zijn op jouw stem. Dat zijn allemaal zaken die we horen van onze zangleraars, van onze vocalcoaches enzovoort. Dus het is heel normaal om dan te gaan denken, ja maar als ik aan het zingen ben, mag ik eigenlijk geen spanning voelen. En de waarheid is dat er een verschil is tussen spanning en inspanning. Ik ga dat nog eens zeggen, hè, want dit is een belangrijke. Er is een verschil tussen spanning en inspanning. Kijk, inspanning is nodig om geluid te produceren. Hè? Hebben we geen inspanning van die verschillende stemspieren, dan maken we geen geluid. En waar het dus werkelijk om draait, is balans. En dat is het vinden van de juiste hoeveelheid inspanning zonder dat het spanning wordt. Snap je wat ik bedoel? Want als je dat niet doet, als je niet op zoek gaat naar die balans en je blijft enkel gefocust op het moet ontspannen zijn en alles moet ontspannen zijn tijdens het zingen, dan kan dat in jouw nadeel gaan werken en dat willen we natuurlijk niet. Want door dat bepaalde spieren gaan ontspannen. En gaat bijvoorbeeld ons trottenhoofd niet genoeg steun krijgen, waardoor onze keelspieren dan gaat compenseren en gaan overspannen en zo ontstaat er een onbalans. En dat is uiteindelijk wat dat pijn en heesheid met zich meebrengt tijdens het zingen. Dus wij willen dat tegengaan door een balans te gaan vinden tussen spanning en inspanning. En dan is natuurlijk de vraag van ja, maar hoe doe je dat? Dus laten we daar eens naar kijken. We gaan eens kijken hoe dat voor jou spanning voelt en hoe dat voor jou inspanning voelt. En we gaan dat doen door samen een nummer te gaan zingen. En eerst gaan we dat helemaal ontspannen gaan, vo gaan zingen. Hè, dat dat helemaal ontspannen is. En dan gaan we stilletjes aan de juiste inspanning proberen vinden. Oké, okay, vandaag gaan we werken met een stukje uit het nummer Before You Go van Louis Capaldi. En dat stukje gaat als volgt. Zo... So... Before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go. Dus als je nog niet kan meezingen met dat stukje, spoel de video dan een paar seconden terug. Luister er een paar keer naar. Het idee is dat je nu kan meezingen. Eh? Um, en dat we dan eens gaan kijken tussen uh, het verschil tussen spanning en inspanning of ontspanning. Dus laten we... Ik ga ervan uit dat je kan meezingen. En anders spoel je de video even terug. Laten we dan nu eens super ontspannen zingen. Dus zo ontspannen als het maar kan. Um, Denk dat je in bed ligt, dat je super lui bent en, en zing dat nummer eens op die manier. En kijk eens wat dat voor jou doet. Oké, okay. 1, 2, 3. En zo. So. I could have said to make it all stop hurting. Kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, who was that? Wat was er aanwezig? Hoe klonk jouw klank? Hoe voelden het zingen? Hoe klonk jouw stem? Wat, wat was er allemaal aanwezig? Ik merkte bij mezelf dat er wat lucht was op mijn stem. Zo, het was heel vr, losjes. Um, mijn intonatie was niet altijd juist. Ik voelde dat mijn toon niet super stabiel was op sommige momenten. Dus dat is wat ik heb opgemerkt. Wat heb jij opgemerkt? En als je dit een cijfer zou kunnen geven van 0 tot 10, waar zitten we dan? Eens dat we dat hebben gedaan, kunnen we een keer naar het omgekeerde gaan. En ik nodig je uit om de juiste inspanning in dit nummer te gaan zetten. Nu, wat is de juiste inspanning? Dat is de zoektocht dat we aan het doen zijn, hè. Dus een van de basiszaken, zangtechnisch, dat is natuurlijk onze middenriefademhaling, onze buikspieren aanzetten, ons kuchspiertje aanzetten. Al voor de mensen die al een tijdje met mij samenwerken, jullie weten wat dat kuchspiertje is. Dat is een bepaalde inspanning. Maar ook uw projectieruimte. Hoe ga je die klank laten resoneren? Misschien wil je wel wat bite toevoegen aan de klank, of een beetje twang toevoegen aan de klank. Dat zijn allerlei zangtechnieken die we kunnen gaan toepassen. Nu, ik ga niet in de details van al die zangtechnieken, want dat doe ik eigenlijk in een aparte workshop. Um, dat volledig gratis is trouwens. Je kan je aanmelden via slash zangtechniek De focus van die workshop is echt wel om jou die zangtechnische basis mee te geven. Vandaag zijn we vooral op zoek naar hoeveel inspanning kan ik erin steken. En, en opmerken van wanneer wordt die inspanning. Spanning. Wanneer wordt het te veel? En echt die balans gaan opzoeken. Dus we gaan dan nog een laatste keer zingen met dat in ons achterhoofd: zoeken naar de balans tussen inspanning voordat het spanning wordt. Dus ik, ik, ik laat jou zoeken: ik laat jou zoeken: twee, drie, en zo. So Before you go. To make it all stop it Kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go. Ja, bijvoorbeeld. En hoe klonk jouw stem nu? Hoe was dat verschillend als daarnet was? Er een verschil. En, en, en hoe was jouw klank nu? Hoe was jouw intonatie nu? Wat is er nu aanwezig voor jou? En, en welk cijfer van 0 tot 10 zou je jezelf geven met deze intentie, met die inspanning? En dat is iets waar dat je kan mee blijven spelen. En van nummer tot nummer gaat dat verschillen. Het kan zijn dat er nummers zijn die wat meer inspanning vragen, het kan zijn dat er nummers zijn. Die wat minder inspanning vragen. Hé, dit nummer is eigenlijk vrij makkelijk, hè, zangtechnisch. Dus dit gaat misschien minder inspanning vragen dan een nummer van Beyoncé of van Adele enzovoort. En dus ik nodig jou uit om daarmee aan de slag te gaan. Neem een nummer uit jouw repertoire en probeer dat eens uit. Voel een keer hoeveel inspanning... Moet ik hierin gaan steken? En hoe zou het zijn als je merkt van... Oh, ik ben eigenlijk te veel aan het doen. Dat ik wat spanning krijg. Hoe zou het zijn om wat meer richting de ontspanning te gaan? En omgekeerd. Als je voelt van... Oh, ik heb geen krachtige klank en ik heb lucht op de stem. Misschien ben ik te ontspannen. Hoe is het om dan die inspanning terug... Het is, het is echt een balans. En het is zoeken naar de juiste balans. Dus ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Natuurlijk... Om daarmee aan de slag te kunnen gaan, is het belangrijk om zangtechnisch een soort van onderbouwde. Ja, basis te hebben. Hè? Dus stel dat je zegt: bij mij is dat nog niet oké, okay, ik heb wat nood aan meer, dan nodig ik je van harte uit voor die gratis workshop. Ga naar zanglesmetmegi.be slash zangtechniek om jou aan te melden. En dan gaan we daar samen die zangtechnische funderingen even samen zetten. En dan kan je wat we vandaag in de aflevering van vandaag hebben doorgenomen, uh, samen doornemen. Dus die twee bouwen op elkaar. Je kan niet het ene doen zonder het andere. Dus dat is jouw uitnodiging om dat in je repertoire te zetten, om de gratis workshop te volgen. Uh, voor de rest wil ik jou van harte bedanken om hier vandaag te zijn geweest, om deze tijd samen te hebben doorgebracht. En um, heel graag tot uh, volgende week. Yes, yes, yes. Same time, same place. Tot dan, dag!